We hebben met onze school een boek uitgebracht, Het Geheim van het Spiegelbos. Daar hebben we een presentatie van gemaakt. En tijdens die presentatie is er iemand van het blokwezen filmen. En die zei dat het misschien wel leuk was om een jong-jong blok te beginnen. Dus Jaak die heeft een gesprekje gehad met die meneer. En dan heb ik even een interviewtje met Sjaak. Hoe was het gesprekje verlopen? Nou, ik had uh, met Gerry uh, van Bokstel, zo heet die meneer. Heb ik een gesprek gehad. En toen hadden we het over uh, techniek in het onderwijs. En toen zei hij: Ik vind eigenlijk dat het uh, maar goed zou zijn als er meer aan techniek in het onderwijs uh, uh, gegeven wordt of gedaan wordt. En toen. Uh, toen zei ik, nou we doen eigenlijk al best veel uh, op onze school. We hebben bijvoorbeeld een, uh, een techniekdag, een jaarlijkse techniekdag. En we doen altijd met techniektoernooien mee. Maar ik heb wel een idee, het zou mooi zijn als er naast de blok, de jongblok, ook iets van een uh, jong-jongblok zou zijn. Ik zeg, uh, misschien zouden dan kinderen van, uh, van onze school kunnen leren om te filmen en te monteren, en vragen te bedenken. En uh, nou, daar had hij wel oren aan, dat vond hij, wel, uh, vond hij wel een leuk idee. Oké, okay, wat zei die meneer zoal? Hij zei: dan moet je maar een plan op papier schrijven. En uh, dan kunnen we uh, weer contact met elkaar hebben. En ik kwam hem op een zaterdag tegen. Toen ben ik op een zondagochtend. Ben ik. Uh, ben ik achter de computer gaan zitten en heb ik een, uh, een plan of een nieuw idee heb geschreven, heb ik naar hem gestuurd. En vervolgens is hij op onze school gekomen, hebben we een gesprekje gehad met, uh, met Laika, de directrice, en, uh, en een paar mensen die, uh, Ank en, uh, en Rian, die er ook in geïnteresseerd waren. En, uh, en dan daarvan hebben we een wat uitgebreider plan geschreven. En uh, volgens mij zitten we daarom onder andere nu hier uh, op deze bank. Oké, okay, wat vind jij van het idee van een jong jong ja, ik vind het super, uh, super gaaf, omdat ik uh, vorig jaar al merkte, toen had ik uh, onder andere uh, Luc Briel, zat ik in de klas. En als we dan met filmen bezig waren, dan zag je hem heel erg enthousiast worden. En uh, ik uh, stond zelf versteld uh, hoe makkelijk dat hij, uh, dat hij da uh, met filmen omging en hoe snel dat hij dat uh, leerde. En uh, doordat hij dat goed kon, werden andere kinderen ook heel erg geïnteresseerd. Uh, in, uh, in filmen en monteren. Op een maandag was er een weekopening, gewoon net als normaal. Alleen was er iets speciaals. Ja, kwam op het podium en vertelde... toen we het boek presenteerden, filmde er ook iemand mee van Blok. Hij vroeg of hij mij kon spreken. Dat deden we dus. Hij zei, misschien kunnen jullie een jong, jong Blok maken... door kinderen van deze school... Dat vond ik een leuk idee. Dus als jullie dat ook een leuk idee vinden, kunnen jullie solliciteren voor de redactie of de filmgroep. Iedereen riep: Ja. Wat vind je van het idee van Jong Jong Blok en waarom? Ik vind het zelf een leuk idee, want er zijn eigenlijk niet zoveel scholen, ja misschien wel geen, die ook Jong Jong Blok hebben of iets anders. En dat maakt het wel er, uh, ja, speciaal. En ja, ja, het is gewoon heel speciaal. En daarom, dat maakt het ook zo leuk. Heb je zelf ook gesolliciteerd? Ik heb zelf ook gesolliciteerd. Maar ik ben het niet geworden. Want ik denk wel dat er heel veel mensen meedoen. Ja, heel veel kinderen het wouden. Maar ja, ja, je moet het ook maar horen. En het is ook... Het was ook een hele moeilijke keuze, want bijna heel de school, ja, tenminste de bovenbouw, deed mee. En het is gewoon heel moeilijk om te kiezen. Vond je het moeilijk om een sollicitatiebrief te schrijven? Um, het is niet makkelijk, want het is niet zo een 1, 2, 3, klaar. Maar het is ook niet moeilijk, want ja, je, hoeft er, ja, je hoeft er geen week voor bij te zitten van... Wat zou ik nu maar schrijven? Als het maar, ja, als je het maar goed... Ja, als het maar echt overkomt en dat je dat zit ook heel speciaal is en zo. We mochten gaan solliciteren voor Young Young Block. Je mocht kiezen of je in de redactie wou of in de filmploeg. Er mochten zes kinderen in de redactie en vier in de filmploeg. Je moest opschrijven waarom je het zo graag wou. Het was belangrijk dat je opschreef dat je het zo graag wou en waarom. Nu heb ik een interview met Sil. Die heeft ook gesolliciteerd. Heb jij een sollicitatiebrief geschreven? Ja, dat heb ik wel gedaan. Wat heb je erin geschreven? Nou, ik had erin geschreven dat ik het leuk zou vinden om erin te komen en dat, dat ik me wel veel voor zou doen. Waarom wou je het zo graag? Nou ja, want het is wel leuk om uh, ja, een keertje gefilmd te worden of zo en een interview te krijgen. Vond je het leuk om te doen? Ja, eigenlijk wel, want de meesten die typen niet. En dan doe je dat gewoon eigenlijk omdat je zo graag me in de redactie wil. Of in de filmploeg. Nadat alle sollicitatiebrieven waren geschreven, moest je ze inleveren in het vakje van Rianno's jaak. Toen alle sollicitatiebrieven waren ingeleverd, had het hele team zes kinderen gekozen om te presenteren en vier om te filmen. Zo is er een redactiegroep ontstaan en een filmploeg. Nu ga ik een interview nemen met iemand van het team. Waar hebben jullie op gelet tijdens het uitkiezen van de sollicitatiebrieven? Nou, we hebben in ieder geval gekeken bij de sollicitatiebrieven... of dat het serieuze brieven waren... en of, dat mensen, of kinderen ook echt serieus geïnteresseerd waren. Nou, Die hadden we volop, dus we moesten echt selecteren... wie kiezen we daarvoor wel en wie kiezen we niet. En daarnaast hebben we ook gekeken... We hadden mensen nodig om te presenteren en om vragen te bedenken en onderwerpen te bedenken. Dat aan de ene kant. En aan de andere kant hebben we ook mensen nodig om te filmen en te monteren. Dus die uh, groepen mensen hadden we allebei nodig. Dus daar hebben we ook gericht naar gekeken. Wat hadden wij in onze sollicitatiebrief geschreven waardoor wij werden gekozen? Zoals ik al zei, hebben we uh, mensen nodig om te filmen en te monteren en ook mensen om te presenteren. En mensen die er hun voorkeur hadden voor presenteren, die schreven bijvoorbeeld: van daar heb ik al een beetje ervaring mee. Want dat heb ik met een weeksluiting heb ik dat al ooit gedaan. Dus die gaven ook argumenten aan waarom ze vonden dat hun dat goed kunnen. En zo zag je dat ook bij de kinderen die monteren en filmen kozen, dat die ook konden aangeven waarom ze daarin geïnteresseerd waren. Dus dat is een reden geweest om die kinderen te kiezen. En wat vonden jullie van alle sollicitatiebrieven? Nou, ik vond het een hele mooie, serieuze brieven. Waarin kinderen goed konden aangeven. waarom ze graag die job. waarom ze graag uh, in die uh, redactie kwamen zitten. Dat vond ik erg knap. Bij de eerste bijeenkomst waren de filmploeg en de redactieploeg samen. Sjaak riep ons dat de eerste bijeenkomst was. De filmploeg moest toen het filmen gaan regelen met Ank. Uh, maar dat ging later gebeuren. De redactie ging um, met Sjaak de items verdelen. We mochten toen om de beurt een item kiezen. Dat waren toen het weeshuis van Gabriella, een kindje bij ons op school. Die ouders gingen een, uh, een weeshuis oprichten in Papua-Nieuw-Guinea. Plein en auto's, eh, omdat ze op het plein een parkeerplaats plaatsen en wat de mensen ervan vonden. Drugs, omdat er in die week veel drugs in Boekel werd gebruikt. Pastoor en kerst, omdat het zo kerst was en er, eh, eh, de kerk er veel mee heeft te maken, wilden we de pastoor interviewen. En het ontstaan van Jong Jong Blok. De items werden in tweetallen verdeeld. De, de eerste bijeenkomst heeft eigenlijk niet zo lang geduurd. We zijn toen met kerst begonnen met een opdracht die Sjaak ons had meegegeven: dat we een verhaal moesten schrijven over ons eigen item. Maar toen was het mapje plot verdwenen, dus moesten we het opnieuw schrijven, maar toen lukte het gelukkig wel. Bij de tweede bijeenkomst kwamen we als eerst met alle kinderen van de redactie bij elkaar. We hebben het gehad over verschillende items. Samen hebben we besloten dat het eerste item moet gaan over Jong Blok. Samen hebben we opdrachten bedacht. Iedereen van de redactie ging een gedeelte schrijven over Jong Jong Blok. Toen deden we de verhaaltjes bij elkaar. Toen gingen we kijken wanneer of wie we zouden gaan interviewen. En nu neem ik een interview af met Alice. Wat vind je er tot nu toe van om in de redactie erop te zetten? Wel leuk, want je moet schrijven. En we hebben ook nog een krant gemaakt. En dit is hem. Is het wat je ervan had verwacht? Nee, eigenlijk nog veel leuker. Oké, okay, dankjewel.